Zo, na een week ziek zijn we eindelijk weer aan het werk. Na de gladheid van zondag, toen was ik al met koorts naar de zaak toe gegaan. Soms moet je jezelf heel even op plaats 2 zetten. Zeker als andere mensen daardoor, die stonden allemaal in de kou omdat er gewoon geen capaciteit was. Niet alleen bij ons hoor, bij alle bergers. Het was niet normaal. Dus toen ben ik gewoon gaan werken. Maar daarna de rest van de week ben ik eigenlijk zo gevloerd dat ik thuis ben gebleven. Dus de beelden die jullie deze week gaan zien zijn ook allemaal van daarvoor met de gladheid. Nou is dat wel een leuke video, want hè? Ik bedoel, er is zat gebeurd met die gladheid. Maar we zijn gelukkig weer aan het werk. Verder, we hebben een nieuwe sponsor voor deze video en dat is Brand in Webdesign. Wat doen hun nou? Een maken voor jou een website of een webshop, maar met iets meer liefde. En waaruit dat zich in? Ze maken niet alleen die website of webshop voor je. Maar daarna kan je ze ook nog continu blijven benaderen. Van joh, omdat je bedrijf is gegroeid, omdat je andere artikelen hebt. Ik wil ondersteuning. En dat doen ze dan ook. Verder zorgen ze ervoor dat je op bijvoorbeeld Google of andere zoekmachines goed te vinden bent. En heb je al een bestaande website, kan je ze ook daarvoor benaderen. Dus bij ondersteuning van de zichtbaarheid van je website. Ja, je website is toch je visitekaartje. En dat is ook wat de meeste websitebouwers voor je doen. Je visitekaartje maken. Alleen gaan hun brand en webdesign nog een stapje verder. Ook daarna ondersteunen ze je en blijven ze ervoor zorgen dat je website gewoon optimaal zichtbaar is en er netjes uitziet. Dus ben je daarin geïnteresseerd? Heb je een bedrijf? Zoek je een goede partij om jou daarbij te helpen? Kijk zeker even op hun site. Kan je ten alle tijde contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. En dan wil ik jullie bedanken weer voor de sponsoring van deze video. En dan gaat nu de video beginnen. Veel plezier. Onderweg naar Capelle voor onder andere denk ik de 6e melding. Het is donderdagavond, het heeft zojuist geregend en het is 1 graden. De grond is nog koud, dus ja, dat vriest allemaal op als er niet goed is gestrooid in bijvoorbeeld woonwijk of iets. Zoals jullie hiervoor zagen op de parkeerplaats was ook echt niet normaal. Dus we gaan nu weer naar de volgende. Collega's rijden uiteraard ook, daarom heb ik ze niet alles als gedaan, maar gaan wij nu naar de 2e voor ons. Ik zit te denken, als deze video alles bij elkaar misschien te lang gaat duren, want er zijn echt al heel veel ongelukken gebeurd deze week, ga ik hem misschien in 2 opsplitsen. Maar als dat zo is, zien jullie dat uiteraard op het moment dat dit wordt uitgezonden. En dan is hierna nog een deel 2, zo niet. Er staat anders in deze video. Dus we gaan in ieder geval die kant op. Hoi. Ja. Jullie zijn weggegleden. Ja, man. Het is best glad, man. Ja, dit is... Geleden is de stormram geleden tegenaan, man. Ja, je bent niet de enige. 30, hè? Ja, dat geloof ik gelijk. Nee, ik heb hier getuigen, hij was naast me. Maar als dat ding helemaal glijdt, dan glijdt het door. Ja, daar doe je niks aan. Oké, ja, dan ga ik hem voor je opladen en meenemen. Weet je al waar die heen moet? We zijn binnen bezig met schaving uit te vullen. Ja. Dat is in de buurt, toch? Als je even meer naar binnen loopt, kan ik vragen aan hem of waar hij heen moet. Want deze moet ook, maar die moeten we het apart zetten. Ja, die gaat niet met mij mee. Ik kom alleen voor jouw auto. Hoi. Hallo. De eindrijd komt eraan, hij is binnen. Het zeker is probleem. Ja, maar ja. Ja, geen probleem. Waar moet die auto heen? Waar ben je verzekerd? Centraal Beheer. Die auto verzekerd. Dan is het makkelijkste denk ik bij ABS Kiljan. Hier op de Hoofdweg. Die is aangesloten bij jouw verzekeraar. Ja, dat is de verzekeraar van mijn man. Kijk. Die meneer gaat ook bijna op zijn mel. Ja, het is hartstikke glad. Die gaat aanspraak stellen aan de gemeente, hoor. Dat zei de politie ook. Ja. Want die horen ze te strooien. Hallo. Dat zegt de taak op. Ik ga even mijn auto omdraaien.
millennium. Ja, kom goed. Uit, het moet scherp zijn. Zo. In principe is die nou helemaal los als dit is. Ja, dat is nog beter. Zeg dat wel. Zal te doen. Nou, wederom een spekglad stukje. Echt heel glad. Zelfs lopend val je heel de tijd bijna. Dus ook die hebben we weer opgeladen, afgezet op het depot. Allebei mijn collega's zijn nog aan het draaien. Ik ben erg benieuwd wat er vannacht gaat gebeuren. Nachtdienst is iemand eigenlijk altijd alleen. Maar goed, ik neem de auto mee als eventuele stand-by. Het regent nu, ja, het is nu net gestopt, maar het regende net ook weer. Ja, het is 0 graden. Als er ergens niet goed gestrooid is, wordt dat ijs en dan krijg je dit soort dingen. Dus ben benieuwd. Het is echt een verschrikkelijke chaos. Het heb geijzeld en ja, het is, ik ben eigenlijk om 11 klaar. Het is nu al 1 uur en de nachtdienst is altijd alleen. Uiteraard laad ik die niet alleen, dus die ben ik nu aan het helpen. Zonder beeld heb ik nu tussendoor weer 4 meldingen gedaan van mensen die vaststaan, die ergens in de wijk tegenaan zijn gereden, noem maar op. We gaan nu naar de Maasboulevard, daar is een wat heftiger ongeluk gebeurd, schijnt volgens de melding. Dus we gaan die kant op en dan gaan we die zo snel mogelijk weghalen. Die ga ik jullie wel laten zien. Daar staat de politie al, even kijken waar het voertuig is wat we nodig hebben. Ze zullen niet heel blij zijn om ons te zien, omdat het best wel even heeft geduurd. Maar ja, ik kan ook niet zoveel als het zo druk is. We zitten hier wel goed in elkaar. Hè? Hi. Niet te doen. Hij is druk? Ja. Ja, daarom sta je zo lang. Ja. Ja, en dan geven we dit nog voorrang, hè? Ja. Het is niet normaal. Nee? Nee. Hoeveel uur er al? Nou, over de 10 sowieso, vanaf 8 uur tot nu. Ja, bizar. Dat is 2, hè? Bizar, joh. Dus, ik heb zelf ook nog een uur vastgestaan. Ja? Ja. Ook door aanleiding of zo? Nee, in Vlaardingen, in die wijkjes, is niet gestrooid.
Dus dan kom je daar om mijn auto weg te halen. Ja. En zelf schuif ik gewoon zo tegen de stoep aan. Ja, dat is niks, man. Nee. Hij zal ongetwijfeld niet meer rijden, denk ik. Nee, ik denk het niet. Ik moet proberen, maar... Ja, ik maak even snel foto's. Ja. Hoi. Nee, dat hoeft niet. Dat is iets van vroeger. Echt? Dat is iets van vroeger, die takelkaart. Niet meer. Oh. Ik krijg hem altijd alleen maar van hele oude wijkagenten. En die tegenpartij is al weggehaald. Ja man. Wat zei je? Die tegenpartij is al wel weggehaald. Nee, die staat, ja, die is al weg. Ja. Die was de rolbaan. Ook nog altijd. Nee. Ja. Is dit nou mooi voor je kanaal? Ja, dit zijn de betere. Maar ik heb deze week al zoveel dat ik niet eens weet of dit het haalt. Dat valt niet tegen. Scheelt weer 10 minuten. Maar hier is het ook gewoon spek glad, hè? Ja, nou, wat zeg ik, waar ik net vast stond in die wijk, dat is een vrij nieuwe wijk met redelijk wat oude mensen. Als daar een ambulance nodig is, hebben we gewoon een probleem. Ja, natuurlijk. Die kennen helemaal niks. Ja, die wijk is niet nee. Ja, maar wel alle fietspaden waar één keer in de 3 jaar iemand zijn hond uitlaat. Ik heb er nog 5 openstaan. Ja, bizar. Het is echt bizar met dit weer. Ja, je kan gewoon niks. Nee. Gaat diegene contact met ons opnemen? Ja, we gaan hem doorgeven dat hij bij jullie staat en dan... Moet het goed komen. Als ik hoop dat ik er nog een keer zie vanavond, maar... Ja, nou, ik hoop het niet. Ik was eigenlijk 2,5 uur geleden al klaar. Serieus? Ja, maar ja, met zoveel meldingen laat je je collega's ook niet stikken, weet je. Tenminste, collega's, collega. Ja, is te eten. Ja, we zijn maar met z'n tweeën nu. Eigenlijk is die alleen. Van de mensen wel? Steeds. Collegiaal. Ja, je moet. Dat kan je niet maken. Maar goed, ik ga snel verder. Bedankt. Hoi. Zo, het is zondagavond. Terwijl ik ziek ben eigenlijk en op de bank lag met een dekentje, ben ik nu toch op de zaak. Omdat het zoveel ijzelt dat er nu in 45 minuten al 10 ongevallen op de snelweg zijn gebeurd. Dus we gaan nu naar de eerste en dan zal het nog een flinke avond puinruimen worden. Gaan jullie zo zien wat daar allemaal is gebeurd. Goedenavond. Hoi. Hoi, ik ben Bob. Hoi, ik ben Tim. Het is echt chaos gek. Het is niet normaal. Hoeveel heb je er gehad van nu? Nou ja, ik begin net. Ik lag met griep op de bank. En omdat het zo druk is. Ja, luister, ik ben ook gewoon vrij. Ja, ik ook. Ja, precies. Ik ben met die huisartsgeposte auto. Ja, ik doe je goed. Ik ging even eten halen, hè, maar ik zag dit staan. Ja. Oké, ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen alles zo snel mogelijk mee te nemen. Hé, hey, maar we hebben net... Ik had allemaal aangemaakt, dus ik had gebeld naar de meldkamer. Ja. Is deze afslag nou gekruist? Ja. Oké, nu wel. Oké. Ja, daar staat er één. Daar staat er nog één op zijn zij. Ja. 500 meter verderop staan nog 2 in elkaar. Die hebben duidelijk zien gebeuren, maar ik kon niet weg. Nee. Het is niet normaal. Ik kom net van de Vlaardingen hier naartoe. Ja. Ik heb 7 ongevallen gezien. Bizar. Ja, top. En dan gaan we de volgende kijken. Ja. Hoi. Hey. Zit je sleutel erin? Mag die van jou? Ja, dank u. Ja, dankjewel.
lekker band, hij loopt natuurlijk aan. Ja. En ik denk dat er één stuurstang is afgebroken. Ja, maar hij loopt hier aan, dat het metaal hoorde van aanleggen. Ja. Maar goed, deze kan in ieder geval met een beetje geluk in de lepel. Ja. Ah, dit is echt kamikazewerk. Er staat dus iemand van de huisartsenpost op mij te beveiligen. Dus ja, er is gewoon niemand beschikbaar. Kijk, wij staan hier bij een ongeval. Hier verderop zie je er nog één zijwaarts tegen de vangrail staan. Daar verderop staan er nog één tegen de vangrail. 500 meter daar verderop, daar staan er nog twee tegen elkaar. En dan, dat is alleen wat wij vanaf hier kunnen zien. Onderweg hier naartoe, want ik kom uit Vlaardingen naar Schiedam, heb ik 6 ongevallen gezien. Dus ja, het is echt niet normaal op het moment. Ja. Achter jouw wagen. Hier, moet je kijken man. Het is gewoon ijzer. Het is de snelweg. Hey, één voordeel, je hebt er geen glijplokjes onder te klaar. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Alle onderdelen zijn van de baan hier. Zou die jongen misschien nog rijden? Ja. Het blijft hangen achter de rechter voorwiel. Ja, alles is natuurlijk helemaal verrot. Hoeveel door de kruisen rijden, man? Ja. Wat nog? Stel mij wat. Dat is niks nieuws. Nee, dat heb je Waar je normaal dus op een zondagavond één iemand aan het werk hebt, heb ik nu 2 auto's bij me. Er staat daar mijn collega die er ook net één van af had en verderop nog een collega. Het is absolute chaos. Zo, we zijn weer aan het einde gekomen van deze video. Hij was iets anders dan dat jullie gewend zijn, omdat ik het allemaal met oude beelden moest doen. Maar goed, in mijn optiek nog steeds hartstikke interessant, omdat ja, met die gladheid is er best wel veel gebeurd. Dus ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Volg me nog even op Instagram, via TowTruckTim. Alles wat er gebeurt of aankondigingen worden allemaal daar gemaakt. Dus wil je op de hoogte blijven, doe dat zeker even. En vind je die trui nou mooi? Wil je helpen met het groot worden? Kijk dan even op de website www.towtrucktim.com. En dan moet het helemaal goed komen. Wens ik jullie, want dit is eerste kerstdag dat dit wordt uitgezonden, een hele fijne kerst vanavond en morgen natuurlijk op tweede kerstdag. Vier je geen kerst, wens ik je hele leuke vrije dagen. En dat was het. Dus maak het niet erger, bel een berger, tot volgende week.